Begin maart is weer het jaarlijks terugkerende G-zaalvoetbaltoernooi. In de WSV-hallen wordt weer gestreden om de Jan van Ede-bokaal. Wij zijn benieuwd hoe dat gaat. Gaat u mee? Ik zit hier bij een wedstrijd te kijken. Wat was je naam? Tom van Tatenhoven. Tom van Tatenhoven. En wat is je functie binnen het G-voetbal? Ik ben onder andere bestuurslid en coördinator voor de jeugdteams. Dus wij zorgen dat de toernooien geregeld worden. Ook dit toernooi. In de voorbereiding help ik mee. En daarnaast waar nodig. Ik kan inspringen, spring ik in om te helpen. En hoe lang doe je dit al bij het G-voetbal? Het is mijn zesde seizoen dat ik hier rondloop. Ja. Oké, dus je hebt Jan van Ede zelf nooit gekend? Dat klopt. Nee, dus alleen van horen zeggen en het toernooi dat ik hier dan mag aansluiten. Ja. En voor de rest nee. Jan van Ede was mijn vader. 30 jaar geleden was hij een van de oprichters en grondlegger van de WSZV zaalvoetbalvereniging. Met daarbij de WSZV De Boog, die het zaalvoetbal voor gehandicapten heeft ontwikkeld. Tot dat moment was er geen zaalvoetbal mogelijk voor mensen met een beperking. En door deze verdiensten is het Jan van Ede toernooi ontstaan. Mijn vader, Jan van Ede dus, heeft tot aan zijn overlijden elk jaar zelf nog de prijzen uitgereikt. En daarna hebben wij, mijn zus en ik, de prijsuitreiking overgenomen. Het Jan van Ede toernooi voor G-voetballers zal zolang de WSZV-hallen bestaat altijd blijven bestaan. Goedemiddag, zijn we ondertussen al. Je hebt net gespeeld, hè? En wat is je naam? Twan van Veen. Twan van Veen? Ja. Oké, en wat is uw naam? Anton van Veen, ik ben de vader van Twan. Aha, vader en zoon. En wat doet u als vader bij het G-voetbal? Ik coach het team van de Zwolse Kids. En dat is een team van iets van 7 spelertjes. Die zo om de week zaterdags in competitieverband meedoen met G-voetbal. Coacht u de jongens al lang? Ik weet niet precies, maar een paar jaar nu eigenlijk wel. En dat is eigenlijk sinds hij, toen hij vroeger zelf ging voetballen, was een andere coach. Maar ja, op een gegeven moment wisselt dat ook een beetje natuurlijk. Dus toen kwam daar ruimte, zeg maar, om de oude coach die ging, zeg maar, weg. Dus vanaf dat moment heb ik het zelf eigenlijk gedaan. En hoe kwam u zo in aanraking met het G-voetbal? Voor de eerste keer was dat een soort open dag. En daar waren allerlei sporten en er was onder andere ook voetbal. En want hij zat toen op het speciaal onderwijs. Hè. En er waren meer sporten die je kon doen. Ook zelfs tegen muurklauteren, geloof ik. Dat vond je ook wel leuk. Het was alleen wat lastiger natuurlijk. Vanwege zijn handicap. Maar voetbal vond je heel leuk. Dat doet zijn grote broer ook. Dus daar heb je toe voor gekozen. En ik vond het, wij vonden het eigenlijk zelf wel belangrijk dat hij ook een sport ging doen. Ja, en hoe vind je het voetballen? Leuk. Ja. En hoe ging deze wedstrijd? Goed hoor. Ja? Ja. Heb je nog een doelpunt gemaakt? Nee. Jammer. Ja. Maar wel, je club heeft wel doelpunten gemaakt? Ja. Hoeveel? 2. Ja, ik heb ze wel gezien, maar ik wou even weten of je het nog wist. 2 doelpunten, dus 2-0 was het? Nee. 2-3. Oh, dat heb ik dan even gemist. Dat is wel spannend, ja. En nu ben je klaar? Ja. En dan straks naar boven voor de prijsuitreiking? Ja, nee. Niet? Nee. Waarom niet? Naar huis gaan. En naar huis? Ga je niet wachten wat voor prijs je krijgt? Nee. Niet? Nee. Nee, dat komt eigenlijk. Het is eigenlijk jeugd. En dit is voor een C-niveau, dus 1 niveau hoger. Dus wij doen deze wedstrijden mee, maar we doen nog niet het hele toernooi hebben meegedaan. Dus we hebben een paar wedstrijden meegedaan. Maar we blijven nog wel even voor de prijsuitreiking. Want die vindt zo plaats. Dus, ja. Het leuke is altijd hier bij de prijsuitreiking, vind ik, dat iedereen een prijs krijgt. Hè? Ja,
dat is het mooie inderdaad. Bij G-voetbal wint eigenlijk iedereen. En dat is ook zo. Dat is eigenlijk bij elke recreatieve sport is dat zo. Je wint er allemaal mee. Het gaat meer om het samenspelen. En dat je daar allemaal van leert. En dat je daar een leuke tijd aan beleeft. Dat is volgens mij wat het belangrijkste is. En daarmee krijgt iedereen dus ook een prijs. En dat is leuk. Ja. 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 Nou, wil je nog wat zeggen als laatste? Nee hoor. Misschien van, nou, als je voetballen leuk vindt en je hebt een handicap, kom bij ons met G-voetbal. Oh ja hoor. Ja, ja, kom bij ons. Yes. Dat is zeker mensen nodig. Ja, ja, ook nog mensen nodig? Oké, nou, als je weet, wil je nog voetballen bij het G-voetbal, dan is dat altijd nog mogelijk. Ja. En het is heel gezellig, hè? Dank jullie wel. En ja, Jan van Ede blijft ook een speciaal toernooi. Daarom een speciaal welkom en graag een applaus voor de dochters van Jan van Ede. Fijn, fijn dat jullie er weer zijn. Dan gaan we nu over naar de prijsreiking. Naomi. Gaan we eerst club niet doen? Ja. En wie? Zijn we? Ja. Ja? Oké. Ja, we liggen hier ook, daar zingen we pas op trek van door, hè? Maar bij de Westbroek. Nu gaan we echt beginnen met de prijsuitreiking. We beginnen met de C2-pool. Op de vijfde plek is daar geëindigd Driemasten. Kom maar naar voren, Driemasten. Niet zoenen, hè? Niet zoenen, hè? Nou, gefeliciteerd. Leuk. Yes, applaus voor Martijn en voor Driemasten. Dan hebben we op de vierde plek Zwolse Kids. Buitenspel, het gaat om het plezier. Ben je man of vrouw, sport is voor iedereen. Dan blijft er nog maar één team over. Op de eerste plek is geëindigd Botenhoek. Het Jan van Ede toernooi is afgelopen en ik zit hier nog in de WZV-hallen met de oprichters en met mijn zus voor het Jan van Ede toernooi. En dit zijn de oprichters van het hele G-voetbal. Hè? Dat is Martijn. Ja. En met Joop van Ommen. En Joop, ja, het is toen wij waren nog jong. Ze weten eigenlijk helemaal niet zo goed. Hoe is het nou begonnen dat jullie G-voetbal opgezet hebben? Nou, het is de WZV, die heb ik dus zelf, de zaalvoetbal. Hè?
Die heb ik ooit een keer opgericht, 30 of 35 jaar geleden, in de IJsselhal. En daar was dus eigenlijk je vader, dus eigenlijk Jan van Eden, was daar, die zat bij de KNVB. En de KNVB en de WSZV, dat waren geen vrienden in die tijd. Maar dat zijn we dus na die tijd geworden. Maar wij deden ook elk jaar, deden we dus eigenlijk een schenking van het hele jaar door. Wij zorgden ervoor dat onze penningmeester geen slechte dingen kon doen. Want het, wat we over hadden, dat gaven we altijd weg aan de gehandicapten, aan de tehuizen in Zwolle. En nou, zo is het dus eigenlijk ook toen wij hier naartoe gingen. Toen heb ik met Bert Klaassen en Joop Schinkel en ook met Martijn, hebben we dus aan de tafel gezeten om te zeggen, nou moet er dus ook geen voetbal komen. En dat is er dus gekomen. En dat heeft jarenlang heel goed gegaan. Maar eventjes terug naar de bron, omdat je zei van de KNVB en... Of die waren geen vrienden en hoe is het dan uiteindelijk gekomen dat dat... Wij hadden wild zaalvoetbal en dat was dus eigenlijk niet wat de KNVB wilde. Die wilde georganiseerd. En zo heb ik dus eigenlijk op een bepaald moment... Er werden jongens die werden dus in de gewone zaalvoetbal bij ons... Die werden geschorst voor veldvoetbal en zaalvoetbal, dus dat kon niet. Toen ben ik dus die vereniging op gaan richten, dat is die WSZV. Alleen die naam, daar struikelt iedereen nog steeds over. In Hattem hebben ze een puzzel gehad. Er is er niet één die eruit is gekomen destijds. Want iedereen komt bij die WSZV met Zwolle aanzetten. Ja. En dat is niet zo. Ik ging naar de Kamer van Koophandel. En ik heb dus die zaalvoetbal opgericht. En ik kwam daar, ik zei tegen dat meisje, ja, ik moet een naam opgeven. Toen zei ze nou, ik zei nou... Wij zijn op woensdag ooit begonnen in IJsland, want ik was taxichauffeur. We zijn in de IJsland begonnen op woensdag. Ik zeg, en die R van, we zijn echte recreanten. Ja. Ik zeg, en dan zaalvoetbal. Toen zegt ze, nou dan doen we de woensdag recreatie zaalvoetbal. Maar hoe is mijn vader in beeld gekomen dan bij dat opzetten? Ja, dat was de man van de KNVB. Hè? Ja. Ja, oh ja, inderdaad. Ja, die moest je hebben om het... Jan van Eden hebben, want Jan die deed er ook al mee. In de zin van, toen het één keer dus eigenlijk geregistreerd werd bij de KNVB, toen kwam Jan vanzelf. Ja. En we hebben dus eigenlijk menig conflict gehad in de IJsselhal nog. Maar toen het hier kwam, was dat allemaal weg. Hè? Toen werd Jan de man van ook het zaalvoetbal, ook van de boog... En daar heeft hij dus ook jaren, heeft hij dus eigenlijk zijn ziel en zaligheid. Er zijn dus ook vaak, want het gaat allemaal om geld, hè. Alles wat er gebeurt met oprichting, dat gaat ook om geld. Want ik weet nog wel best dat je vader bij de KNVB regelde dat sommige momenten er dus ook geld bij de KNVB wegkwam. En s'morgens dan kwam hij altijd, zaterdagmorgens dan was ik hier meestal wel... En dan was hier Jan en dan ging men nog zeven aan de babbel. En hij heeft heel veel dingen die hij wist. Want hij zat bij die grote KNVB, hij wist alles. Ja. En wij dachten dat we wat wisten, maar we wisten niks. He, en waar het om gaat, dat kun je nu weer constateren. Het gaat allemaal om geld, hè? Ja. Ook het voetbal van gehandicapten gaat om geld. En als er geen geld is, dan is het ook gauw gebeurd, hoor. En ik heb net met een van de vrijwilligers gesproken. En ik heb gezegd, er moet wat goed met elkaar aan de gang. Ze moeten wat aan de gang. Anders gaat het als een kaarsje uit en dat mag niet. Het laatste wat hier dus eigenlijk misgaat, dat is het geefvoetbal. Dus die zaalvoetbal... Ja, en dat moet juist niet, want we hebben net gezien hoe enthousiast al die jongens zijn en... En wat ik me dan nog wel voor kan stellen, dat wij waren natuurlijk nog jong, maar wij weten, ja, Jan is de man van onze vader van de KNVB. Hier heb je dus eigenlijk, zoals Martijn, die zit bestuurlijk, zit hij er ook bij. Maar je hebt hier dus eigenlijk nodig tot mensen de mouwen opstropen. Ja. Kijk, voor die heren die er s'avonds een krat bier leegmaken, daar hoef je niet zo medelijden mee te hebben. Maar deze groep... Daar moet je voor zorgen dat dat voor elkaar komt. Ja. Je ziet als ze 's morgens hier binnenkomen, als ze om 9 uur beginnen de voetbal, staan ze om 7 uur hier al voor de deur. Ja. En dat moet je niet vergeten. En ik zie dus eigenlijk al die vrijwilligers die wij dus eigenlijk tot nu toe hebben, die dus eigenlijk de mouwen opstropen, dan heb je dus eigenlijk dat wij dat helemaal wel moeten. Ja. Dus, en ik, ik,
ik ben er de laatste tijd een beetje teleurgesteld in. In dit verhaal. In vrijwilligers bedoel je? Nee, de vrijwilligers doen hun uiterste best. Maar er zijn dus... je hebt hier dus ook mensen die bestuurlijk wel wat doen. En ik had hier net met iemand gesproken. En ik heb hem dus even een beetje lucht gegeven. Ik zeg niet dat ik in het bestuur ga. Maar ik hou jullie hier goed in de gaten. Want dat straks met die sportaccommodatie van 18 miljoen, daar heb ik niks mee. Ik heb veel meer met die groep wat te maken. Want die 18 miljoen, die klopt me toch wel met z'n allen wel weer op. Kijk, en het gaat... bedoelt de nieuwe WSZV-hallen, hè? Het is dus eigenlijk dat... ik heb er dus eigenlijk een tijd geleden... Ik heb hier een lelijk bestuur tegenover mij gekregen. Ik heb hier 30 jaar gewerkt. En het is dus gewoon zo. Ik heb me toen hard gemaakt voor de mensen als het geefvoetbal. Maar ook de daklozen. Ja. Niet het laatste naar binnen, het eerste naar binnen doen. Alleen het gaat dus nu om geld, hè. Zometeen staat dus eigenlijk de gemeente Zwolle, die staat direct op de stoep als je een maand niet betaald hebt. En wij hebben hier dus eigenlijk van alles meegemaakt. Maar we hebben hier dus ook succes gezet met het geefvoetbal. Ik heb hier bestuursleden gezien die zich eigenlijk eventjes lieten zien dat ze er ook bij hoorden. Ik hou van mensen die dus... Ja, die er dus nu het in moeilijke tijden gaat, bij de boog, want er zijn moeilijke tijden. En er is een toernooi bij HTC altijd en daar moet wat gebeuren. Maar ja, als niemand het doet, dan gebeurt er niks. Dat moeten we niet hebben, ook net ter nagedachtenis van onze vader. Hè, van, ja, dat hoop ik niet. Nee. We hebben, ik zeg nog van, nou vroeger, ja eigenlijk had ik een beetje een hekel aan voetbal. Want het was bij mijn vader 1,5 voetbal. Dus daar heb ik me er nooit zo voor geïnteresseerd. Jij dan? Nee, als pubers, als paar dan begon over de voetbal te draaien. Nou, wij als meiden al met de ogen van, oh daar komt hij weer. Want het was 1,5 voetbal wat die man deed. Dus, En dan gingen wij meestal naar boven een film kijken. Maar eigenlijk, nu we dit zo gezien hebben, waarderen we het eigenlijk meer, hè? Ja, tuurlijk. Als je hier zaterdags naartoe gaat en je komt hier binnen, dan is die kater van vrijdagavond, die is echt weg. Ja. Die is echt weg. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk de gewone competities. Nou, dan heb je nog wel, dan hoor je nog wel eens de andere dag van, het was weer raak. Ik bedoel, en dat heb je met die kinderen niet. Nee, ze gaan hier heel blij weg. Ik zit een beetje met mijn rug naar jou toe, Martijn. Maar dat is niet de bedoeling. Maar jij zit er ook al vanaf het begin bij, hè? 30 jaar al. Hè? Ja. En voetbal je zelf ook nog? Nog? Ja. Ja, ik heb je net de eerste prijs uitgereikt. Dus. Ja. En nog met plezier? Ook. Ja. Ja, want jij hebt Jan van Ede ook gekend, hè? Ja. Ik weet nog de laatste keer dat we hier op kantoor zaten bij Joop, dat we nog een foto gemaakt hebben met z'n allen, een bos bloemen. En toen was de laatste keer dat hij de prijzen uitreikte en daar was jij ook bij, hè? Dus jij hebt ook nog, je bent ook meteen vrijwilliger, hè, hier? Ik ben vrijwilliger, bestuurslid en speler. Vrijwilliger, bestuurslid en speler. Dus drie taken heb je. Drie volle taken. Hartstikke goed. Dat doet hij allemaal met zijn handicap. Hè? Want zo moet je het ook zien. En dat neem ik dan die heren die dus eigenlijk aflaten weten. Dat neem ik kwalijk. Kijk, Martijn die zie je morgens hier alweer af met zijn fiets. Die komt hier. Die komt hier en doet zijn uit. Iedereen het een beetje naar zijn zin krijgt. Maar dan denk ik bij mezelf van, denk er even over na. Of moet er dus eigenlijk alleen hier de burgemeester bij zitten? Dat je dan,